aan het opruimen? Ja, we gaan de markt weer opruimen. Afgelast vanwege het weer. En ja, spijtig, maar we gaan het weer opruimen. Zonde? Ja, zeker zonde. Het is de eerste keer in 33 jaar dat het afgelast is, dat er eentje afgelast is. Maar ja, we hebben tot een uur of één hebben we gewacht tot het besluit. We hebben zelfs de meldkamer van de politie gebeld om te overleggen wat het weer gaat worden. Maar tussen 7 en 9 uur wordt het gewoon te slecht weer. En windstoten tot 80 km per uur. Nou, daar kunnen de markkramen niet tegen. En om ellende te voorkomen hebben we toch besloten met pijn in ons hart om het af te sluiten. Goed, het is een stukje bekendheid natuurlijk voor je dorp. En, ik bedoel, ja, er komen er natuurlijk een hoop mensen komen erop af. Het heeft wel een betekenis. En ik bedoel, iedereen die pikt er toch een graantje aan mee. Dus ik bedoel, het is toch leuk dat het wel allemaal georganiseerd wordt zo. En mensen hebben er wel werken aan. En volgend jaar weer? Ja, ja, zeker hoor. Want we zijn er niet alle moed verloren. Dit is wat ik al aangaf, voor het eerst in ruim 30 jaar, dat we werkelijk op de middag al zeggen van dit wordt onverantwoord. We blazen het af. Dus volgend jaar, eind juni, laatste vrijdag van juni, dan starten we weer.